op deze dag het openbare leven in Engeland. Volgens de laatste gegevens zijn daar tenminste 32 mensen omgekomen. Het noodweer heeft hier vandaag al meer slachtoffers gemaakt dan de grote storm 2 jaar geleden, waarover de Britten het nog zo lang hebben gehad. Er is nu ook een groter gebied getroffen. De storm in het zuidwesten van het land, waar het vanmiddag beestachtig spookweer, is wel een beetje geluwd, maar op dit moment krijgt het noorden de klappen. Er is al voor vele miljoenen gulden schade. Vrachtwagens zijn als veertjes weggeblazen. Dubbeldekkers vielen om en daken vlogen door de lucht. Bomen werden ontworteld of knapten gewoon af. En onder die bomen zijn auto's vermorzeld. De politie heeft iedereen gewaarschuwd als het maar even kan binnen te blijven. De chaos is groot. Nog steeds zitten talloze gezinnen zonder elektriciteit. Wegen zijn afgesloten of geblokkeerd door ongelukken. Veerboten zijn niet uitgevaren en praktisch alle stations in Londen zijn dicht. Het treinverkeer is op zijn vroegst morgen weer normaal. Tientallen mensen zijn gewond geraakt door rondvliegend puin. Een van de slachtoffers die het met de dood moest bekopen, kreeg een hele muur over zich heen. De ambulancewerkers, die al zo lang staken, hebben in een aantal provincies hun loonconflict even vergeten en zijn wel uitgerukt om mensen die door de storm zijn gewond naar het ziekenhuis te brengen. Zeker 7 doden, honderden gewonden en voor miljoenen gulden schade. Dat is in Nederland de tol van de westerstorm met orkaankracht. De zwaarste storm in meer dan 10 jaar. De vliegende storm geeselde Nederland. Bruggen werden afgesloten, veerdiensten moesten worden gestaakt. De mensen werd aangeraden vooral binnen te blijven, want buiten was het levensgevaarlijk door rondvliegende takken en dakpannen. De Nederlandse spoorwegen konden tegen de avond geen enkele dienst meer garanderen. De jaarbeurs in Utrecht stelde zijn gebouwen open voor gestrande reizigers. Daar slapen vannacht 2500 mensen. Overal in het land kregen brandweer en politie meldingen van bomen die op huizen gevallen waren, van getroffen bedrijfspanden, van miljoenen schade in de glastuinbouw. In het westen van het land werden auto's verpletterd door ontwortelde bomen. Wegen raakten versperd en brandweer en politie maakten overuren. Zeker 50 bomen braken als luciferhoutjes en vielen op snelwegen. Terwijl de storm op land tekeer ging, spookte het op de Noordzee helemaal. 70 kilometer ten noordwesten van Vlieland is een Russische koopvaarder met 56 opvarenden in moeilijkheden geraakt. In Amsterdam sloegen zeeschepen van hun trossen. Op de snelwegen zorgde het noodweer voor een volledige chaos. 130 vrachtwagens, aanhangers en caravans werden omvergeblazen. Het verkeer raakte daardoor helemaal ontregeld. Talloze doorgangswegen moesten voor het verkeer worden afgesloten. De brug over de Lek leverde te veel gevaar op en ging dicht. De chaos op de wegen zorgde voor tientallen kilometers file en urenlang oponthoud voor forensen. In heel het westen van het land kwamen meldingen binnen van daken die van de huizen werden geblazen. In Rotterdam raakte het stadion van de voetbalclub Sparta zwaar beschadigd. Delen van de tribune stortten in. Bij sommige bedrijfsgebouwen werd het dak weggeblazen. Ook bij RTL Veronique en Hilversum vlogen stukken van het dak eraf. De schotels die erop stonden dreigden op de regiewagen te vallen, waardoor de reguliere nieuwsuitzending moest worden afgelast. De brandweer heeft het euvel inmiddels verholpen. Zojuist is bekend geworden dat werkgevers en werknemers in de kleinmetaal het eens zijn geworden over een cao voor de 260.000 werknemers in die sector. Het contract loopt tot 1 april volgend jaar. Er komen structurele loonsverhogingen van 3% op 1 april dit jaar en van 3,25% op 1 januari 1991. Op 1 oktober krijgen de werknemers van onder meer auto- en installatiebedrijven een eenmalige uitkering van 1,25%. De FUT-leeftijd blijft gehandhaafd op 59 jaar en er zijn afspraken gemaakt om de werkgelegenheid in de diverse sectoren te vergroten door 3000 werklozen aan een baan te helpen. Gedwongen ontslagen bij Defensie zijn de komende jaren niet uitgesloten. In totaal verdwijnen er bij het leger 2500 arbeidsplaatsen. Deze pijnlijke boodschap bracht minister Ter Beek vandaag de Tweede Kamer. Ook kondigde de minister, in navolging van zijn Belgische collega, een vermindering van troepen in West-Duitsland aan. Minister Ter Beek noemde de forse inkrimping van het personeelsbestand het pijnlijkste onderdeel van alle voorgenomen ingrepen. Want Ter Beek had nog meer verrassingen in petto. Hij vulde de voorgenomen bezuinigingen van 2,2 miljard gulden in. De Koninklijke Marine moet in de periode 1991 tot 1995 een 500 miljoen inleveren. Geen afstoting van taken, maar wel kondigde de minister aan dat het Korps Mariniers met 300 man zal worden ingekrompen. Verder zal de marine het in de toekomst met minder onderzeeboten, mijnenvegers, helikopters en met minder fregatten moeten doen. Bij de landmacht wil Ter Beek 1 miljard bezuinigen.
Dit bedrag kan onder meer worden gehaald door een personeelsreductie van 1000 man. Daarnaast zal de parate sterkte van een aantal eenheden worden teruggebracht. In dit verband worden de komende 2 jaar 750 dienstplichtigen uit West-Duitsland teruggetrokken. In het algemeen wordt het aantal dienstplichtigen ieder jaar met 2000 verminderd. De Koninklijke Luchtmacht krijgt minder F-16's tot zijn beschikking. Samen met andere maatregelen moet dat 500 miljoen gaan opleveren. Bij de centrale staf van alle legeronderdelen die in Den Haag zit, moeten 1500 arbeidsplaatsen verdwijnen. Als West- en Oost-Duitsland in de toekomst herenigd zullen zijn, dan is het noodzakelijk dat het nieuwe Duitsland lid blijft van de NAVO. Minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken lanceerde tijdens de begrotingsbehandeling van zijn departement een plan om dat uit te kunnen voeren. Vanuit Den Haag een bijdrage van politiek redacteur Michiel van der Waart. Het kabinet gaat ervan uit dat een associatie van beide Duitslanden of zelfs een hereniging vrijwel onafwendbaar is geworden. Minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken zou het dan onwenselijk vinden dat dat ene grote Duitsland buiten de NAVO zou komen te staan en een neutrale positie binnen Europa zou krijgen. Want niemand kan op de lange duur garanderen dat zo'n groot land neutraal blijft en zich nooit herbewapent. En daarom kwam de bewindsman van Buitenlandse Zaken met een voor de Kamer volstrekt nieuw plan. Zelfs al zou heel Duitsland lid zijn van de NAVO, dan hoeft het namelijk nog niet te betekenen dat in het oude DDR-gebied NAVO-troepen zouden moeten komen. Men kan zich voorstellen dat in een CFE-akkoord bepalingen worden ingebouwd om het oude DDR-gebied bijvoorbeeld te demilitariseren. Zo'n demilitarisering van wat dan het oostelijk deel van Duitsland wordt, zou voor Polen en de Sovjet-Unie toch een belangrijke garantie moeten zijn. PvdA-woordvoerder Van Tra vindt de plannen van Van den Broek positief. Ook het CDA staat er niet onwelwillend tegenover. De Oost-Europese landen hebben niet alleen economische steun nodig, maar ook hulp bij de ontwikkeling van een democratisch lokaal bestuur. Dat bleek vanmiddag tijdens een symposium in Den Haag over de bestuurlijke problemen op lokaal en regionaal niveau in Oost-Europa. Een bijdrage van Leo de Later. Oost-Europa ontdoet zich van het communisme. Maar het opzetten van een democratisch bestuur, vooral op lokaal niveau, stuit in de meeste landen op problemen. 40 jaar Stalinistische dictatuur heeft geleid tot een centralistisch en bureaucratisch politiek systeem. Van echte democratisch gekozen gemeenteraden, zoals wij die kennen, is geen sprake. Tijdens een seminar, georganiseerd door de Internationale Vereniging van Lokale Overheden, sprak onder meer de Poolse onderminister Kowalewski over de problemen die de Polen hebben met het opzetten van nieuwe lokale besturen. De Polen moeten in de loop van dit jaar gemeenteraden kiezen, maar er is nauwelijks een lokaal bestuurssysteem. Well, firstly, we have to build local administration as soon as possible. Secondly, we have not enough people to serve local communities. Thirdly, we have not political infrastructure at the local level, which usually is a basis for creation of local governments. These are, in my opinion, three most important factors of our present situation. We have no experience also, which is after 40 years gap since 1950, local governments have been abolished in Poland. We have no experience and no knowledge how it should work, operates and so on. Niet alleen uit democratisch oogpunt is het van belang dat er een goed bestuur komt. De problemen waar Polen voor staat vereisen een krachtdadig lokaal bestuur. It's urgent for several reasons. Firstly, standard of living, which is very low and only local authorities can really take care on that problem. Secondly, functioning of our cities, the total management of our small cities, which is in a disastrous state. Third problem is problem of our environmental protection. Poland belongs to the most polluted areas in Europe. And again, of course, is also responsibility of state. But several measures can be made at the local level just to stop this degradation and this collapse of our environment. Er is in Polen een tekort aan goed opgeleide bestuurders. De Internationale Vereniging van Lokale Overheden gaat nu helpen met een trainingsprogramma voor bestuurders. Het gaat in eerste instantie om het democratische proces en om te kijken, om te leren hoe instituties werken om ze een begin van een traditie, een democratische traditie bij te brengen. In de tweede fase van het programma, zoals we dat hebben voorzien, komen er wat meer professionelere kennis en vaardigheden aan bod.
De Amerikaanse filmactrice Ava Gardner is overleden. De actrice overleed in haar huis in Londen aan de gevolgen van een longontsteking. Ava Gardner werd afgelopen woensdag 68 jaar. Ava Gardner was een van de grote Hollywoodsterren uit de jaren 50. Haar bekendste rollen speelde ze in The Killers, Showboat, The Barefoot Contessa en in On the Beach. Waaruit dit fragment waarin ze speelde met Gregory Peck, een film uit 1959. Naast bekende tegenspelers als Richard Burton had Gardner ook een aantal bekende echtgenoten. Als Mickey Rooney, bandleider Artie Shaw en het met veel publiciteit omgeven huwelijk met Frank Sinatra. Ava Gardner was al geruime tijd ziek. In 1986 kreeg ze een hersenbloeding. Het lichaam van Ava Gardner zal naar haar geboortestad Smithfield worden overgebracht, waar ze naast haar ouders begraven zal worden. De Europese beurzen hebben zich vandaag.